We hebben een stuk hout uit het water gehaald en heel veel kleine verpakkingetjes. En we hebben zelfs een sok gevonden. Is het hier heel erg vies? Best wel. Ja? Ja. Ik heb iets heel bijzonders gevonden. Nou? Deze schoen lag in de sloot. Ik heb een boodschappenlijstje gevonden. Op zich lijkt de Stadshagen een vrij schone wijk, maar valt tegen, hè? Het valt behoorlijk tegen. We hebben behoorlijk wat rotzooi gevonden waarvan we dachten dat waarvan we het eigenlijk niet wisten dat we dit zouden vinden. Kinderen vinden het leuk om te doen en ja, ook belangrijk, want het is hun speelgebied, hun leefgebied, hè? Ja, klopt. We spelen vaak buiten, ook hier op het veld waar we vanmorgen dan ook hebben gezocht. Dus kijk van wat voor rotzooi vind je eigenlijk allemaal in de wijk en hoe belangrijk is het om het op een goede manier op te ruimen. Dus daar willen we graag aandacht aan besteden. Schrik je ervan dat er zoveel ligt? Ja. Ja, maar gewoon. Het is gewoon zielig voor de natuur en die vissen. Heel veel mensen gooien wel dingen weg en soms kunnen vogels ook dingen opeten en dat is ook niet goed. Onderbroek. Ja, is dus heel vies. Helpt het, denk je, zo'n actie om toch wat bewuster te worden of blijft het maar heel kort hangen? Ik denk dat het, zolang je wat vaker het blijft doen, dat het zeker blijft hangen. Maar ik denk dat het wel indruk maakt en dat ze dit niet snel zullen vergeten.